De Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS, gaat binnenkort van start met het ADECUS Goes Green project. Onderdeel van dit project is de aanpak van parkeerfaciliteiten op de campus. De bedoeling is dat er bij elk gebouw een parkeerplek komt. De voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke, zegt dat dit initiatief vanuit de studentencommissies komt. Met een populatie van 5000 personen vormt parkeren op de campus al jaren een probleem. De eerste fase van het project is het groenmaken van de parkeerplaats. De ADECUS-gemeenschap zal gemobiliseerd worden om plantmateriaal mee te nemen. Bij dit project zijn verschillende instituten, faciliteiten en organisaties betrokken. En dan zijn er ook allerlei dwarsverbindingen die de studenten leggen met, ik dacht, de Rotor Act. Rotor Act. Maar die is ook bezig met een project. Er wordt ook verbinding gemaakt naar recycling. Klinkt heel gek, recycling. Maar dat heeft te maken, dat is een eindje verder in dat project. Wanneer er wat geld moet worden opgebracht en tegelijkertijd het milieu schoon moet worden gehouden, wordt er een recyclingproject aangekoppeld. Dus ik moet zeggen, dit is een van de mooie voorbeelden hoe je uit het niets, weet je, iets kan laten groeien dat en het parkeerprobleem oplost, maar tegelijkertijd ook iets gaat doen aan het aangezicht van de Anton de Kom Universiteit en het milieu. Want het project gaat heten ADECUS Goes Green. Menke zegt dat dit project goed aansluit bij het jubileumjaar van de universiteit dat op 1 november officieel start. Iedereen zal erbij worden betrokken, waardoor de won ADECUS gedachte goed tot uiting zal komen, zegt hij. Simone Brunings is lid van de studentencommissie en zij benadrukt dat de universiteit tot duurzame systemen moet overgaan. De bedoeling is dat we moeten streven naar een duurzame universiteit. En duurzame energie, duurzame systemen. En wij als ADEC moeten een voorbeeld zijn voor de rest van de gemeenschap. Dus wij willen hier starten en we hopen dat het meegenomen wordt door de rest van het land en dat we dan zo ook vooruit kunnen komen en ook een plekje, een belangrijk plekje kunnen nemen in de wereld. Een voorbeeld kunnen zijn voor andere landen. Brunings geeft verder aan dat er op maandag 30 april een aanvang wordt gemaakt met het planten van bomen en struiken. Het ADECUS Goes Green project moet in november zijn afgerond.